Het is in één keer lekker weer geworden. En de zomer staat voor de deur. Over mei, juni, juli. Zeg maar over 3 maanden moet je echt helemaal summerproof zijn. En dat kan met de Vela Shape. En ik ga jullie helemaal meenemen in dit proces. Met huidverstrakkende, vet imploderende iets. Ik word er gelukkig van. Deze laat dus vet imploderen. Ja, dat vind ik toch een woord. En deze laat huid, of deze laat, ja, die verstrakt je huid. Kijk. Ja, toch Stefan? Ja, en cellulite ook, hè. En het liften van billen. Toch? Nog 2 belangrijke indicaties. Want welke maakt de squats overbodig? Vela Shape 3. Dat die, is dus het laatste apparaat. En die maakt de squats, die kan je met je billen liften? Ja, kun je met je billen liften. Hè? Je kunt cellulite behandelen door, puur door het verstrakken van de huid. Lift ja. Als het ware het geheel omhoog. Tuurlijk heeft squats en een goede workout nog zin. Altijd. Maar dit is absoluut een behandeling die het effect versterkt. Radiofrequentie? Ja, we gaan het zo meteen tijdens de behandeling uitleggen. Radiofrequentie in infrarood. Het vet imploderen, dat gaat met ultrageluid. En het is eigenlijk exact dezelfde techniek als een niersteenvergruizer. Dus je gaat met een bepaalde golflengte die vetcel in trilling brengen en daardoor implodeert die weg. En de rest van het weefsel is het grote voordeel van deze behandeling. De rest van het weefsel is onaangetast. Dus je kunt geen zenuwen beschadigen, je kunt niet langdurig pijn krijgen, je bloedvaten worden onaangetast, je huid blijft intact. Dus, en ook je pigmenten. En dat betekent dat je er ook mee in de zon kan gewoon. Ja, want ik zei net, het zonnetje schijnt. Ja, en dat is dus voor deze machines, die zijn beide als het ware kleurenblind, hè, zoals we dat zeggen. Daarmee kun je gewoon de behandeling tijdens de zomer doorgaan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een IPL, OPL of een fractionele laser of een chemische peeling. Daar moet je allemaal rekening houden met zon. En dat hoeft hier dus niet. Dus dan mocht je op het laatste moment denken van voor je vakantie van ik wil nog even. En de Vela Shape is ook een onderhoudsbehandeling, bedoel ik 1 keer in 3 maanden. Dus dat komt natuurlijk altijd een keer terug. Wil je nog even voor de vakantie, dan kan dat. We gaan mijn buik verstrakken, of in ieder geval mijn huid. Want het is gewoon zo dat na 3 kinderen kijk eens jongens. Het is allemaal een beetje slapperig. Sorry Anna? I don't know why I'm stepping out the vacuum 1, RL1, RF3. Ik zal even omschrijven hoe de handeling voelt. Hij voelt eigenlijk best wel lekker. Het is een beetje, ja, het is echt pijnloos. En het is wel, dat vacuümzuigen is lekker. En dat ritme is eigenlijk ook best lekker. En ik zou ervan in slaap kunnen vallen. En het is fijn dat er dus zeg maar aan je lichaam gewerkt wordt terwijl je ligt. Dat is altijd fijn. Ja. En met 3 kinderen heb je gewoon af en toe een beetje hulp nodig. Dat kun je niet alleen. Dan kun je wel blijven sporten of gezond eten of dun zijn of weet ik veel wat. Maar soms heb je gewoon even iets nodig. En in mijn geval is dat echt die huid verstrakken. Je ziet gewoon aan mijn huid dat ik 3 kinderen heb gekregen. Helaas. Nou ja, helaas. Lieve schatjes, ik ben super blij met jullie. Maar ik moet er wel even onder de Vela Shape voor liggen. Ja. Kijk, en dit doe je dan een kwartier. Maar eigenlijk kun je gewoon een beetje slapen. Terwijl je je huid verstrakt. Kijk, het is een beetje roderig. Roderig zeg je dat eigenlijk zo? Het is een beetje rood. Misschien moet ik het zo zeggen.
Oh, die navel. Ja, en that's it. En dan gaan we nu wachten tot de fibroblast iets gaan doen. En dan willen jullie natuurlijk weten wat het kost. Het kost €175 per zone. En dat moet je dus 5 keer doen. Maar dan ben je wel strak. Zo. Nog even de lotion eraf halen. En ik mag gewoon in de zon. Ik mag niet verbranden. Ik mag wel gewoon in de zon. Ik mag sporten. Mag ik eigenlijk naar de sauna? Niet dat ik dat van plan was hoor, maar toch. Nou, ik zou dat even doen tot de warmte eruit is. Dus ik zou vandaag niet... Niet in de sauna. Kijk, je mag niet verbranden in de zon. Je mag nu wel in principe de zon ingaan, maar je moet niet verbranden. Dus dat is het enige waar je een beetje mee moet... rekening houden. Ja.